weekendje rund. Kom, dan gaan we binnen door. Door de bosjes? Ja, dat scheelt wel 20 meter lopen. Is dat wel slim? Hoezo? Waar ben je bang voor, rund? Voor de natuur? Weet je niet dat je niet bang hoeft te zijn in de Nederlandse natuur? Hier zijn geen wolven, geen beren, geen tijgers, geen bloedlinken en neushoorns. Of ze moeten uitgebroken zijn uit de dierentuin. Maar die hebben we hier niet, dus. Nee, maar je hebt wel teken. Teken? Ja, die kunnen de ziekte van Lyme overbrengen. Ach, wees toch niet zo'n aansteller. Ik ga toch niet bang lopen zijn voor een heel klein beestje. Hé, doe toch eens normaal. Oh, volgens mij zag ik een teken op je hoofd vallen. Ik ga eraan! Waar is hij? Waar is hij? Ik kan die niet hebben! Die Lyme-ziekte tast mijn hersens nu al aan! Oh, hij zit nu in je jurk! Wat is er aan het handje? Ze ziet eruit alsof ze aangevallen is door een wild dier. Een valse hond. Een everzwijn. Nee, door een teek. Kijk, daar loopt hij. Dat is geen teek. Dat is een onschuldig kevertje. Geetje, goed nieuws. Het was geen teek. Je hebt de ziekte van Lyme niet. Inderdaad, u heeft alleen wel een hersenschudding, 3 gekneusde ribben en heel veel blauwe plekken, zoals ik het nu kan beoordelen. Een tetanusspuitje kan geen kwaad. Rund! Oh.